Nu dat we onze tabel hebben, kan het zijn dat de indeling van onze tabel niet helemaal naar wens is of dat we nog gegevens moeten toevoegen. Dat betekent dat ik misschien oorspronkelijk niet genoeg kolommen of rijen voorzien heb om mijn tabel volledig af te werken. Gelukkig voorziet uw tekstverwerkingsprogramma heel wat hulpmiddelen om de indeling van die tabel aan te passen. Hierdoor ga je met je rechtermuisknop klikken op een cel van de tabel en dan zie je heel wat zaken die je kan doen. Je kan namelijk rijen en kolommen toevoegen, rijen boven en onder de geselecteerde cel, kolommen links en rechts de geselecteerde cel. Als ik een kolom links wil toevoegen, krijg ik een vierde kolom links van die cel. Als ik in die cel klik en ik ga de rij boven gaan toevoegen, dan krijg ik daar een extra rij boven. Heel gemakkelijk om dat te gaan doen. Daarnaast kan ik ook die rijen en kolommen gaan verwijderen. Ik kan die rij verwijderen, is die rij weg. Ik kan rechts klikken en een bepaalde kolom verwijderen, en is die kolom ook verdwenen. Wil ik daarentegen de tabel helemaal verwijderen, ook dat is een optie. Rechts klikken, tabel verwijderen en de tabel wordt uit mijn document gewist. Ik ga hem eventjes terughalen voor de les verder te kunnen doen. Nu, stel dat wij hier verder zouden prutsen en nog eens wat kolommen zouden kunnen toevoegen, dan kunnen wij ook cellen gaan samenvoegen. Als ik met mijn linkermuisknop klik en sleep, dan kan ik een aantal cellen gaan selecteren en door rechts te klikken kan ik die cellen gaan samenvoegen. Dat betekent dat ik van deze drie cellen één cel maak die spant over een aantal rijen. Hetzelfde horizontaal, stel dat ik deze twee cellen aanduid. Rechts klikken en gaan samenvoegen, dan kan ik ook horizontaal die cellen gaan samenvoegen. Let op, als je cellen samenvoegt waar al gegevens in staan, dan geeft dat natuurlijk gevolgen voor de gegevens die daarin staan. In dit geval gaat hij ze alle twee onder elkaar gaan plaatsen. Maar het kan zijn dat uw tekstverwerker daar dus ook zorgt dat de data uit de cellen gewist wordt, alvorens dat hij de cellen gaat samenvoegen. Dus hou daar zeker rekening mee. Nu, net zoals ik kan samenvoegen, kan ik een cel ook gaan opsplitsen. Door zo'n cel te selecteren, kan ik hier cel splitsen doen. En dan kan ik bijvoorbeeld hier die ene cel gaan opsplitsen, ik zeg maar iets, in 9 afzonderlijke kolommen. En dan zie je dus dat ik die cel opgesplitst heb in negen afzonderlijke kolommen. En je dus ook op die manier die indeling heel sterk kunt aanpassen. Wil je meer indelingsmogelijkheden kan je rechts klikken en naar tabel eigenschappen gaan, waarbij je hier heel snel bepaalde zaken qua opmaken kunt aanpassen. Daar komen we zeker verder nog op terug van hoe dat die uitleiding allemaal zit. Maar dat is voor een volgende filmpje. Denk eraan, de indeling is zeer belangrijk naar layout toe, dus hou rekening mee met hoeveel kolommen, hoeveel rijen je nodig hebt. Wil je rijen onderaan toevoegen, moet je niet altijd de rechtermuis klikken, maar als je in de laatste cel bent en je komt een rij tekort, dan kan je gewoon door op de taptoets van je toetsenbord gaan duwen en dan gaat hij automatisch een nieuwe rij voorzien waarin je de gegevens kan ingeven.